Goedenavond, gefeliciteerd met de overwinning. 0-0 aan de rust. Zulte Waregem tweemaal gevaarlijk op vrije trap. Anderlecht technisch de betere ploeg. Tweede helft leek Anderlecht voor een vroege beslissing te gaan, maar kwam 2-0 achter. Die scheve situatie werd toch nog rechtgezet. Graag uw wedstrijdanalyse, alstublieft. Dat is het als u. Wat nog? Wat meer commentaar? Ja, kijk in het kort, want ik zou het niet beter kunnen gezegd hebben. Ik vond ons goed aan de wedstrijd beginnen, de eerste 5 minuten. En dan denk ik dat we op dat ogenblik als ploeg weer gedacht hebben zoals onder andere op Westerlo, het zal wel vanzelf lopen. En inderdaad, dan geef je prijs aan de tegenstander, die dan plots gevaarlijk wordt. Dus dan kan ik zeggen dat we maar blij zijn. Ik vond het logisch bij de rust dat het nu 0 staat. Maar dan ben ik blij dat je kan binnengaan en dat je toch wat puntjes op de i's kan zetten bij de spelers. Ik vond een gebrek aan tempo. Ik vond vooral te weinig enthousiasme. Ik had daar nogthans een nadruk op gelegd. Gedraag je als ploeg die als eerste staat. Dat is niet arrogant klinkend. Maar dus dat was er niet. En dan was ik wel blij dat de tweede helft, de eerste 10 minuten, dat wel wat meer tot uiting kwam. Ja, dan krijg je het doelpunt. Dan weet je al sowieso dat het niet makkelijk gaat worden. Komt dan het tweede doelpunt en eigenaardig genoeg. En ja, als de wedstrijd gespeeld is en je hebt dan gewonnen, heb je mooi praten. Maar ik denk dat de blunder van Silvio ons matchwinnaar maakt. Want iedereen schoot wakker en ineens was er wel tempo, was er wel dreiging, was er wel enthousiasme. En dan ben je blij en dan kan ik aannemen dat het sneu is voor de thuisploeg en voor supporters en staf. Leider in de competitie, uit de verloren positie kunnen terugkomen. Europees gaat het vlot. U bent een trainer zonder zorgen die met volle vertrouwen de toekomst kan tegemoet zien. Absoluut, en de toekomst is mogelijk. Bedankt voor uw commentaar. Barry, goedenavond. 2-0 na een uur spelen. De 3-0 van Rémi Marival op de vuisten van Silvio. De 3-0 van Teddy Chevalier net naast. Dan die laatste 10 minuten, 3 doelpunten in 5 minuten eigenlijk. Dat moet hard aankomen, dat moet veel pijn doen. Graag uw analyse. Ja, analyse over de laatste 10 minuten denk ik, of niet? Want ja, het is zoals u eigenlijk heeft gezegd. Van het begin van de wedstrijd, min of meer, we controleren de wedstrijd. We spelen gewoon, spelers voeren uit precies wat we willen gewoon zien. En op vlagen willen we Anderlecht gewoon een heel hoog vastzetten. Als een mogelijkheid die voldoet, gewoon Anderlecht niet laten opbouwen. Niet laten bal niet laten lopen. Nou, op het moment dat Anderlecht wel eruit komt, dan kiezen we gewoon voor om goed in, compact in de organisatie te staan. En spelen vanuit de balverovering. Nou, dat is gebeurd. Je komt op voorsprong 1-0, 2-0. Mogelijkheden voor om het zelfs te uitbreiden, de voorsprong. En Anderlecht was het ook iets scherper in de tweede helft dan in de eerste helft. Ik kan me nog herinneren van een paar goede reddingen van Sami Bosut. En ja, en dan is het gewoon een belangrijkste moment. En de keerpunt natuurlijk gewoon 2-1. En ja, in een fase van de wedstrijd waar wij wedstrijd eigenlijk heel volwassen eigenlijk moeten uitspelen. En 8 minuten voor tijd, ja, dan moet je dat voorsprong altijd kunnen houden. En niet alleen maar tegen Anderlecht, maar tegen elke club van de wereld. En dan weet je gewoon ook dat je geen risico's moet nemen. In die fase moet je eigenlijk geen enkele risico nemen, want wedstrijd vraagt ook geen risico's. Dus dan is dat toch gebeurd en dan knakt gewoon iets in de spelersgroep en dan is het gewoon een, ja, binnen 5 minuten nog 2 doelpunten en dat is gewoon een echt ongelooflijk. Eerste helft van de reguliere competitie zit erop. Als we de wedstrijd van vandaag even buiten beschouwing laten, 18 tegendoelpunten, slechts 2 ploegen doen beter, Anderlecht en Cercle Brugge. 12 gemaakte doelpunten, slechts 2 ploegen nog slechter, Westerlo, ja, en Lierse. Ja. Missen wij een killer? Nou, maar dat zegt u zelf gewoon uit die statistiek precies wat we missen en wat we niet missen. En dat is gewoon een keiharde
keiharde bewijs. En kijk, we hebben gewoon vandaag weer 2 doelpunten gescoord. En voor de laatste was het in competitie gebeurd tegen Genk uit. En dat is gewoon een maand of 3 geleden. En zijn gewoon een 10 wedstrijden gewoon tussenin. Gewoon dat waar wij gewoon of 1 of geen 1 doelpunt hebben gescoord. En dat is natuurlijk, ja. Dan is moeilijk te verwachten van spelers dat je gewoon vandaag zelfs tegen Anderlecht. Nadat je 2 doelpunten hebt gescoord, dat je nog 3e gaat scoren. Want dat zou gewoon een mysterie zijn van onze kant, min of meer. Maar dan moet je zorgen in ieder geval dat je gewoon geen risico neemt in je spel. Want je houdt gewoon controle over de wedstrijd. Ja, een beetje volwassen uit gaan spelen en dan heb je 3 punten. Bedankt voor je commentaar. Graag gedaan. Zijn er nog vragen?